Mensen, geen paniek. Als er zich iemand onwel zou voelen, ik heb hier de cola staan. En het is zo'n rode, zo eentje met echte suikers. Maar wisten jullie dat plantaardig materiaal zoals bomen vaak voor meer dan de helft uit suikers bestaan? Vreemd toch? Als je daar een hapje van zou nemen, dan zou dat helemaal niet zoet smaken. De reden daarvoor is dat die suikers als het ware vastzitten in die complexe boomstructuur. Toch zou het fantastisch zijn als we deze niet eetbare suikers kunnen gebruiken als milieuvriendelijke brandstof voor onze wagens. Want we weten allemaal, onze wagens, of toch de brandstof ervan, is niet duurzaam. Ja, op lange termijn zullen we elektrisch gaan rijden. Maar het percentage ervan op onze wegen is nog zeer beperkt. Ongeveer 0,15%. Typische struikelblokken zijn de dure aankoopprijs, beperkt kilometerbereik en een beperkt aanbod aan laadpalen. Maar toch moet er iets zijn op korte termijn om met ons huidig wagenpark en met onze infrastructuur aan tankstations toch al de weg van verduurzaming in te slaan. En daarop heb ik gewerkt in mijn doctoraat. En om dat te illustreren wil ik graag eens met jullie aan het koken slaan. Maar wat ik in mijn doctoraat heb gedaan is eigenlijk niets anders dan een receptuur ontwikkeld om benzine te maken uit afvalhout. De eerste stap, de mise en place. We gaan ons hout gaan verzamelen. Denk aan hout uit een containerpark, snoeiafval, reststromen uit een zagerij. Dat is onze grondstof. En daarna nemen we onze kookpot. Toegeven, het modelletje dat ik hier heb meegenomen is wel heel eenvoudig. De reactor of de kookpot die ik in mijn doctoraat heb gebruikt, die had net iets meer opties. Die kon hoog in temperatuur, hoog in druk, konden extra gassen aan toegevoegd worden. Maar in zijn eenvoud eigenlijk simpelweg een kookpot. Dus wat gaan we doen? We gaan ons hout nemen, mengen met een versneller en we brengen dat in ons kookpot. We laten dat een tijdje pruttelen en na enkele uren bekomen we een vloeibare naft. En misschien gaat er al een belletje rinkelen bij het woord naft. Naft is inderdaad de term die wij allemaal in het dagelijks leven gebruiken als brandstof voor onze grasmachines en voor onze wagens. Het is helemaal niet vreemd dat we naft kunnen maken uit afvalhout. Dat komt omdat de basisstructuur, het koolstofskelet van een suikermolecule, die suikers die zo aanwezig zitten in ons hout, wel die basisstructuur, dat is eigenlijk gewoon naft. Deze technologie heeft 3 grote voordelen. We gebruiken afvalstromen, onderhoudstromen. 2. Hout is een duurzaam materiaal die groeit op CO2. Dus netto is er geen CO2-uitstoot en gaan we niet bijdragen aan klimaatopwarming. 3. We maken net dezelfde benzine als we vandaag gebruiken. Dus onze infrastructuur aan tankstations en auto's, die kunnen we nog even blijven gebruiken en toch al duurzaam zijn. Het spijt mij, maar slogans zoals Zero Sugar ga je bij mij niet horen.